Goed mensen, ik ben... Ik zie het. Ik ben naar de kapper geweest. Ik weet het, jongens. Ik weet het. Anyway, wij gaan vandaag weer Hardcore Survival doen, jongens. Ik heb er super veel zin in. En als jullie er ook veel zin in hebben, klik allemaal even op dat blauwe duimpje omhoog. Dat zal super awesome zijn. Ik heb even door alle reacties gespit, jongens. En ik kreeg heel veel reacties van... Sam, wat is Mending? Sam, 1.10 komt er niet aan, want 2.0 komt eraan. En Sam, je moet zo niet chorus farmen. Daar kom ik zo meteen op. Eerst, Mending. Wat is Mending nou precies? Ik heb Mending op, wel op mijn chestplate. Hier zo, there you go. Mending, kan ik het uittesten? Is het mogelijk om ergens uit... Ik denk dat ik niet uit kan testen, want ik heb nergens Mending op mijn tools. Mending zorgt er eigenlijk voor als jij, laat ik zeggen, 2 minuten niet meer je pickaxe gebruikt. Of je chestplate damage opkrijgt of iets dergelijks. Krijgt het heel langzaam weer durability erbij. Dus je hebt een hele goede pickaxe. Ontiegelijk sterk. Supergoed. En hij is bijna kapot. En je hebt geen XP of levels meer om je pickaxe bij te werken. Om je pickaxe weer de durability weer levend te maken. Om zo te zeggen. Dan kan je gewoon heel makkelijk 2-3 uurtjes wachten. En dan is hij weer full durability pretty much. Dus ja, Mending zorgt ervoor dat je... gewoon weer durability krijgt op je tool. Of op je product. Waar jij het op hebt gezet. Wat best wel nice is. Ik bedoel, het is best wel heel erg relaxed. Ik ben er niet een super grote fan van. In de PM Modpack had je ook al een soort van mending. Ik ben er niet gewoon heel... Ik ben er niet fan van. Want het duurt te lang. Je moet echt heel lang wachten tot het erop komt. Dus... Ik heb denk ik gewoon mazzel dat het al op mijn duim chestplate staat. Want... Ik zou het denk ik zelf, als ik kon kiezen om het te... Ik weet eigenlijk niet wat het replaced. Ik bedoel, je hebt natuurlijk mending, oké. Maar replace dat misschien thorns? Nee, blijkbaar niet, want daar staat thorns. Protection Unbreaking. Ik weet niet wat het replaced. Of misschien is het gewoon een extra enchantment. Anyway, het zorgt ervoor dus dat je durability er gewoon weer bij komt. Wat best wel heel erg relaxed is. Anyway guys, wat wij vandaag gaan doen... Jullie zien mij het al doen. Ik collect pretty much allemaal endstone. En als wij hier naartoe gaan, ik heb daar al een best wel grote toren. En ik weet dat ik deze dingen niet zo hoort weg te hakken, maar ik heb 38 chorus flowers al. Dus dan kan ik zo meteen aan mijn project gaan werken. Wat ik eigenlijk wil, ja, dat wil ik vandaag gewoon gaan fixen. Binnenkort, waarschijnlijk de volgende afleveringen, ga ik gewoon weer minen. Dan ga ik mijn beacon ga ik fixen, want die is bijna klaar, maar net nog niet helemaal. En ik wil hem heel graag 100% hebben. En wat dit is, dit raar gebeuren. En het lijkt niet eens op een toren. Dit wordt mijn toren. Ja, en ik zie nu net dat ik dit zo moet doen. Want nu staat ik gelijk. Poef, poef. Nee, wacht. Wat? Oh, zo. There we go. Bam. Nu komen we hierin. Super mooi. En er komt hier uiteindelijk ook een trap. En hier ga ik uiteindelijk mijn Elytra Lounger ga ik maken. Dat komt binnenkort wel. Dan ga ik helemaal in details ga ik uitleggen hoe je zo'n ding moet maken. Hoe efficiënt het is. Hoe hoog je ermee kan vliegen. Enzovoort. Enzovoort. Dus dat wordt super vet. And I like that. Anyway, wat wij dus gaan doen. Ik wil focussen op mijn Chorus Fruit. Maar hier. Er stonden heel veel in de reacties van de vorige aflevering van Sam 1.9 of 1.10. Die komt er niet aan. 1.10 is... Wel, het wordt 2.0. Is toch logisch? 2.0 komt eraan. Ik doe dit trouwens verkeerd. Maar nee, 1.10 komt eraan. Ik weet niet waarom ze met 1.10 gaan en inderdaad niet 2.0. 2.0 is, neem ik aan, een beetje voor de grotere updates. Net als, eigenlijk zou de combat update, dus de update die we nu hebben gekregen, zou eigenlijk een 2.0 update moeten zijn. Hebben ze dus niet gedaan. Not sure precies waarom. Maar... In ieder geval, het is geen 2.0 die eraan komt. Het is 1.10 en dat is al geconfirmed. Want je hebt al een snapshot ervan. 3 nieuwe monsters krijg je erbij. Heel veel nieuwe monster eggs krijg je er ook bij. En hier zitten er 3 tussen. Goddammit, Sam, je bent super slecht hierin. I know, guys. 3 nieuwe monsters, heel veel nieuwe monster eggs, heel veel nieuwe blokken. Je hebt nu World Edit voor de mensen die World Edit kennen. Dat zit nu ook... dat ga je in vanilla Minecraft krijgen. Dus dan kan je, als jij een heel mooi gebouw hebt gemaakt in Survival, of een heel mooi gebouw hebt gemaakt in game mode. En je denkt van, wauw, ik wil dit gebouw ook voor mijn vriend hebben. Dan kunnen we samen precies in hetzelfde gebouw gaan werken. En dat is awesome, want ik heb een heel groot kast. Kan je heel gewoon makkelijk nu met een blok, kan je dat gebouw kan je gaan kopiëren. Gewoon met één klikje kan je gewoon zeggen van, yo, ik wil dit gebouw gekopieerd hebben in deze area. Dat kan dan in 1.10. Kan dat heel erg makkelijk. Wat super vette update is. En ik ben er ook heel erg hyped over. En ik ben heel erg benieuwd hoe het uiteindelijk gaat worden. Maar dat zit er dus allemaal aan te komen, jongens. Ik ben insane hyped over die update. Want nieuwe monsters. Je hebt dus een polar bear. Je hebt een nieuw soort zombie. En je hebt een... Wat was de derde? Ik weet niet meer precies de derde. Dat hou ik nog geheim, I guess. Laten we het daar maar op houden. Ik weet het niet. Je hebt in ieder geval de zombie en de polar bear. En baby polar bears. En als je niet weet wat een polar bear is. Dus gewoon een ijsbeer. Dat is heel erg makkelijk. Die komen dus in Minecraft. Wat super vet is. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga dat sowieso allemaal checken in deze wereld. In mijn hardcore wereld ga ik dus binnenkort een... Ja, ik ga gewoon ook naar 1.10. En we gaan zeker weten al die blokken uitproberen. Dit wordt meer ook mijn testwereld. En dat gaat hartstikke gaaf worden. Dus, laat een reactie achter of jullie een beetje hyped zijn voor 1.10. Laat weten of ik misschien een update video erover moet maken. Waar ik alles laat zien wat er nieuw is. Misschien vinden jullie dat fijn. Gewoon weer die nieuwe snapshot video's. Waar ik gewoon erin ga en kijken wat er allemaal nieuw is. De grote dingen die er allemaal nieuw zijn in ieder geval. Want... ik kreeg altijd heel veel gehaat op mijn snapshot video's. Dat ik de kleine details niet meepakte. En mij ging het meer over de grote lijnen. Dus misschien moet ik nu gewoon weer doen. En gewoon het op mijn manier doen. En gewoon niet caren over andere mensen. Die denken van, oh, dit moet beter. Oh, dat moet beter. I guess. Maybe. Anyway. Wat ik nu aan het doen ben, jongens. Jullie denken waarschijnlijk zo'n... What the fuck ben je nou? Je bent weer Chorus Fruit aan het doen. Goddammit, Sam. Dit is zo saai. Waarom doe je nooit wat anders? Ja, dat is een goede vraag. Ik ga proberen een Chorus Farm hier te maken. Wat ik dus wil gaan doen. Deze Chorus Fruits die gaan zometeen heel hoog groeien. En in de breedte natuurlijk ook. Omdat het nu kunnen ze nog niet zo super hoog. Maar nu ik dit allemaal ga uitgraven, kunnen ze zometeen hopelijk veel hoger gaan groeien. Wat ik ga doen. Ik ga hier zometeen een tweede level maken. Zo te zeggen. Een tweede verdieping. En dan kan ik eigenlijk heel makkelijk gewoon zo meteen naar boven lopen. En dan kan ik alle Chorus Fruit vanaf daar kan ik hakken. Dus dan hoef ik niet meer omhoog te gaan bouwen. Dan kan ik gewoon heel makkelijk omhoog lopen. Dingen kapot maken. Omlaag lopen. Dingen collecten. Misschien kan ik het hier overal hoppers maken. Dat al die dingen vallen. Dat het allemaal automatisch in de chest komt. Kan ik allemaal doen. Ik denk dat het gewoon heel erg chill is om zo'n farm te maken. Ik denk eerlijk gezegd dat het heel erg fijn is. Als je zo'n farm hebt, dat je er gewoon even mee wel aan de gang kan. Want het zijn hele vette blokken, vind ik. Wat vinden jullie van de blokken, jongens? Zet in de reacties beneden. Ik vind het persoonlijk best wel vette blokken. Het is paars. Paars is niet mijn lievelingskleur. Maar het zijn wel fijne blokken. There we go. Hoppakee. Look at this. Bam. Dat zijn er weer superveel. Daar ben ik heel erg blij mee. Oep, oep. Die gooien we daarin. Dit kan eigenlijk ook allemaal de furnace in. Haha. Laten we dat maar ook gewoon meteen doen. Kijk, hier weer 28. Fijn, fijn, fijn. Voor de rest... is alles helaas vol. En ik heb ook nergens kool in zitten. Dus ik gooi dit maar gewoon weer terug. Maakt niet uit. Want ik wil toch gaan focussen op hier bij mijn farmpie. En we hebben één probleem. Dit is niet hoog genoeg. En dat is inderdaad... uiteindelijk is dat een probleem. Want zoals je hier ziet... dit is ineens de buitenwereld. Dat maakt in principe... wel, dat maakt uit als er een random... koe naar beneden valt. What the hell? Alright, well, sure. Uiteindelijk is het een probleem. Natuurlijk is het een probleem dat we het bij de buitenwereld zien. Want het ziet het vanaf de buitenkant ziet het niet mooi uit. Maar ik heb mijn muur nog nooit afgemaakt daarboven. Dus ik denk zodra ik mijn muur ga afmaken dat het al een beetje mooier eruit ziet. Zodra al de Acacia Wooderino's weg zijn. Dan kunnen wij zometeen gewoon met ons pickaxe 2 omhoog graven. En dan kunnen we uiteindelijk de tweede verdieping maken. En hopen dat deze Chorus Fruits omhoog gaan groeien. En dat we ze dan heel makkelijk kunnen hakken. Dus jongens, ik ga dit even weghakken. En ik laat wel zien hoe dat uiteindelijk eruit gaat zien, I guess. Ik denk dat we het vandaag sowieso gaan afmaken. Oh, wat trouwens ook nog gaan doen. Ik ben trouwens ondertussen dit allemaal aan het weghalen. Ziet er super goed uit. Dit moet nog wel even dicht. Woep, 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 woep. En deze moet nog even weg. Wat we ook gaan doen. Want dat stond ook nog in de reacties. En ik weet niet waarom ik dat begin van aflevering zei. Wij gaan mijn Elytra enchanten. Soort van. We gaan het niet direct zo in een enchantment table gooien. Al gaan we dat wel even proberen. Misschien krijg je er wel meteen Unbreaking op. En Mending. Je kan er dus Unbreaking en Mending op zetten. Blijkbaar dat je er ook Mending kan opzetten. Dat weet ik niet 100% zeker. Ik weet wel dat je Unbreaking erop kan zetten. Maar een paar mensen in de reacties zeiden van... Sam, je kan er ook... Mending opzetten. Mending is natuurlijk ontiegelijk chill als je dat op een Elytra kan doen. Want een Elytra gaat uiteindelijk niet zo super snel stuk. En het zal super fijn zijn als het durability erbij krijgt. Moet je je voorstellen, dan zit je zo te vliegen en je krijgt gewoon durability erbij. Als wij die Elytra lounge gaan maken... En dat zorgt er dus voor dat wij 500, 600 blokken zo in de sky gaan vliegen. En als op dat moment mijn Elytra kapot gaat, dan ben ik niet zo blij. Dus ik wil heel graag Mending erop. En dat is ook wat wij zeker weten gaan doen. Als het goed is heb ik gewoon nog wel Unbreaking boekjes in mijn chest. Omdat ik die heb genoeg... ik heb genoeg geenchant om Unbreaking te hebben natuurlijk. Ik ben ook zelf level 22. Dus in principe Unbreaking op mijn Elytra zetten zal denk ik geen probleem zijn. Ik ga het proberen. En we kunnen natuurlijk ook altijd repareren met leather. Anyway, dit vind ik nu wel goed. Ik laat dit zo. Wat ik uiteindelijk dus ga doen jongens... En blijkbaar ga ik dus dat de volgende aflevering doen. Nice, Sam. Good job, good job. Dit laat ik hier gewoon zo groeien, right? Aan deze kant. Ik ga hier zo meteen een trap maken. Zo, woep. En dat ik dan uiteindelijk hier kom. En dan ga ik hier een soort van platform maken. Eromheen. Ik ga dus de buitenkant... ik ga dus dit pretty much allemaal weghalen. Zo, dit ga ik allemaal weghalen. Zodat ik daar kan lopen. En dat ik uiteindelijk een... soort van gang van hier of een brug van hier tot daar maken en van daar tot daar dat het een kruis is en of een plusje, dat is maar net hoe je het ziet. En dan kan ik heel makkelijk die dingen weghakken. Dat is eigenlijk mijn goal en dat is ook uiteindelijk wat ik ga doen. Dan moet ik alles wel weer herplanten natuurlijk, want nu groeien ze dus zo. Nou, dat is natuurlijk helemaal niks. Het zal waarschijnlijk ook niet het efficiëntste zijn van allemaal, maar ik denk toch wel dat het nice is. En goddammit Sam, ik zei dat ik het vandaag af zou krijgen. Ik krijg het toch niet af. Ik krijg de meeste dingen niet af die ik af wil krijgen. Goddammit Sam. Good job gedaan. Ja, dat is perfect. Perfecto mundo, not. Alright, deze gooi je weer hierin. Voilà, deze gooi je ook hierin. Voilà, ik heb ontiegelijk voor acacia nu. Wat niet erg is, I like it. Ligt hier toevallig een Unbreaking boekje, als het goed is niet. We gaan, wel misschien... Nee, we gaan eerst enchanten. We gaan eerst enchanten. Dan hebben we een lapisje nodig. There we go. 64 lapis. Super nice, super nice. Dus kunnen we dit eens enchanten? Nee, dat lukt dus niet zo direct. Als het goed is, hebben we hier wel enchantment books. There we go. En we gaan even kijken. Power, efficiency, smite, project protection. We hebben hem niet. Dat is een probleem. We hebben geen... Oh, misschien hier nog. Als het goed zijn dit niet mijn enige boekjes, right? Wel. En hier heb ik ook nog Respiration, Knockback, Efficiency, Unbreaking 3. Netjes. En Infinity en Smite. En heel graag wil ik eigenlijk Mending. Nou, wat we even gaan proberen is Mending eraf te halen van andere... tools. Hier bijvoorbeeld, als het goed is, heb ik ook Mending. There we go. En wat we dan doen... Dan pakken we een leeg boekie. En not sure of ik überhaupt nog papier heb. Maar ik heb papier nodig. Ik denk niet dat ik het heb, right? Ik denk niet dat ik meer papier heb. Dus laat ik dat meteen even gaan fixen. Want het is wel handig als wij genoeg papier hebben om boekjes te maken. En als het goed is, kan ik gewoon heel makkelijk vanaf hier zo jumpen. Bam, bam. Ik had mijn Elytra niet. Wel, ik weet al hoe ik binnenkort dood ga. Ik ga gewoon in mijn Elytra launcher zonder Elytra. Dat is echt wat er gaat gebeuren. Van, oh, oké, jongens, we gaan nu naar een nieuwe ijsbiome om de ijsberen te vinden. En ik hoop dat dit... en dan ben ik dood. Ik denk dat het zo gaat. Dat ik het gewoon echt niet door heb. Dat ik geen Elytra aan heb. En dan ga ik dood. Heel veel mensen zeiden ook in de reacties al van... Sam, waarschijnlijk ga je dood omdat je ineens je Elytra bent vergeten. Oh, je zag het net. Ik spring van een cliff en... Oh, shit. Ik ben bijna dood. Dus... Wel, ik ben niet eigenlijk bijna dood. Maar... You know, je begrijpt het idee. Cool. Nu hebben wij genoeg sugarcanes. We maken even hier allemaal... paper van. Paperino's. En daarvan maken wij boekjes. Wauw, je hoeft het niet eens zo in een rijtje te zetten. Ik dacht dat je het altijd in een rijtje moet zetten. En dan gaan wij naar Le Anvil. En als het goed staat Le Anvil niet hier. Waar de fuck staat mijn Anvil? Is mijn Anvil kapot? Ik denk dat mijn Anvil kapot is. Kapot? Nee, ik had hem meegenomen, right? Ik had hem meegenomen, maar waar heb ik hem gedumpt? Ik had hem inderdaad meegenomen. En ik heb hem ergens gedumpt. Maar ik weet niet precies waar. Dus we gaan hem even vinden. There we go. Hier is mijn Anvil. Hoppakee. Dus wat we gaan doen. We gooien hier een boekje in, I guess. Ik weet niet precies hoe het werkt. Je kon het als het goed is toch enchantments eraf halen. Of ben ik nu echt helemaal gek aan het worden? Misschien ben ik gek aan het worden. Ik denk dat je niet dus enchantments eraf kan halen. Ik dacht dat ik het altijd zo kon doen. Maar blijkbaar werkt dat niet. Anyway, wij gooien dan dit hierop. Oep. Moet wel... Wat doe ik, Sam? Wat doe ik? There we go. Unbreaking 3. Hoppakee. En dan heeft het 432 durability, wat best wel nice is. Bam. En hij is enchanted. Dus dat ziet er natuurlijk nog vetter uit, right? Als hij enchanted is. I like it. En wat er dus nu nog alleen op moet komen, is... Oh, wacht. Misschien moeten we het zo doen. Ik denk niet dat het zo werkt, maar... You know, het werkt waarschijnlijk alleen maar met twee dezelfde, maar... Maybe. Nee, dit werkt ook niet. Het werkt alleen als we het zo doen, right? Wow. Yo, Unbreaking 3, Looting 3, Sharpness, Firespec, Knockback en Mending. Level 18, though. Misschien kan ik die wel enchanten. Zullen we kijken? Als het level 18 is. Nee, dat gaan we net niet halen. Anyway, guys. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Wij gaan dus binnenkort... Volgende aflevering... Pretty much. En dan de aflevering daarna. We gaan dit afmaken. En wij gaan mijn toren afmaken voor de Elytra Lounge. Ik hoop dat jullie hype zijn. We zijn heel hard bezig om al chorus te maken. Om daar zo'n hoog mogelijk toren van te maken. Ik wil mijn toren. Wil ik ongeveer 4 keer zo groot als dit. Dus ik wil hem tot daar ongeveer hebben. Zodat ik super hoge lucht in kan vliegen. En dat ik super ver kan vliegen. Dat is eigenlijk mijn goal. Bedankt voor het kijken, jongens. Check jullie de volgende keer gewoon weer. En ik zeg peace.